Hi Bel Schutter, leuk je kijken naar de Korte Week Horoscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 38. En dat is van maandag 19 september tot en met zondag 26 september. Dus aan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het boogschutter alsof deze week een week is waarin je prettig voelt, waarin je bewegelijk voelt, waarin er veel actie van je gevraagd wordt of waar je in ieder geval veel in beweging bent. En dat brengt je echt een stukje wat waar je heel erg blij van wordt. En op een gegeven moment heb je ook best wel wat gedaan, hè? Heb je echt zitten zaaien om het zo maar te zeggen. En dan mag je het even gaan laten rusten. En dat is een stukje wat je misschien net wat lastiger vindt. Want dat stukje wat je lekker in beweging bent, dat is een stukje wat je hartstikke leuk vindt. Maar dan moet je ook even wachten op wat de resultaten gaat zijn. En ik heb het idee dat je sowieso wel een hele vrolijke, gezellige week gaat hebben. Maar je zult eigenlijk ook sommige dingen even geduldig moeten afwachten. En dat is een stukje wat je misschien hier en daar wel een beetje lastig vindt. Omdat ik eigenlijk het gevoel heb dat je zit zo in de beweging en dat je het zo graag wil veranderen. Jouw stukje, dat lijkt echt wel afgerond te zijn. Of dat lijkt je in ieder geval zo ver mee te kunnen komen als dat je kan. Maar nu is het nog even dat wachten. En ik zou zeggen, geniet er ook lekker van. Want het lijkt gewoon een hele positieve, vrolijke, gezellige week te gaan worden. Dit was weer de Korte Week Horoscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens jou sowieso een super fijne week.